Heel bijzonder. Ja, daar worden stil van als je dat hoort. Hans van den Burgt mag naar de inhuldiging van onze nieuwe koning Willem-Alexander op 30 april. Burgemeester Wobine Buijs maakte maandag bekend dat de Berchemse erbij mag zijn. Het blijkt echt dat Hans iemand is die zich op heel veel verschillende terreinen inzet voor de maatschappij. En ik vind dat je dat nooit onder belicht moet laten. Dat vind ik ontzettend belangrijk. Dus ik vond het heel erg leuk. En natuurlijk het feit dat het een sterke vrouw is, dat vind ik ook helemaal prima. Buijs mocht 3 mensen voordragen bij de commissaris van de koningin, Wim van den Donk. Eigenlijk heeft ze alleen de naam van den Burgt doorgegeven. Vanwege haar vele vrijwilligerswerk bij onder meer de plaatselijke Oranjevereniging en de kindervakantieweek. Voor dat laatste hebben de 2 dames elkaar vaker gesproken. Van de gemeente mochten de kinderen tijdens de vakantieweek niet meer op een platte kar vervoerd worden. Iets waar Hans behoorlijk boos over was en actie tegen heeft gevoerd. Zonder succes. De platte kar mocht en mag nog steeds niet. Is deze voordracht dan nu een goed makertje van de burgemeester? Nou, eerlijk gezegd, dat is natuurlijk wat mijn adviseurs ook zeiden. Van, zou je dat nou wel doen? Dan krijg je dat, alsof dat zo is. En toen heb ik gezegd, maar het zal toch niet zo zijn dat ik er juist daarom dan niet nomineer. Dus dat heeft bij mij geen enkele rol gespeeld. Maar het was bijna zo geweest dat mensen zeiden van, doe dat nou maar niet. Om die reden. Gaan we niet doen. We nemen hier gewoon de goede besluiten. En dus mag Hans naar de inhuldiging als vertegenwoordiger van de gemeente Os. Neemt ze nog een leuk presentje mee? Iets typisch Os of Berchems? Nou, misschien wel een flesje Belgisch kruidenbitter of zo, weet wel. Dat is wel lekker. Naast de oranje bitter dan ook eentje uit Berchem? Ik moet zeggen dat ik de Belgische kruidenbitter lekkerder vind dan de oranje bitter. Maar ja, goed, ik weet niet of ik dat mag zeggen. Wie weet kunt u hem er ook van overtuigen? Proberen misschien.